We zijn hier in de kapel van Kloosterhotel de Zoetemoeder. En voor mij is dit echt de ziel van dit gebouw. Dat was het vroeger al, toen de nonnen hier woonden en de pastoor van de Antoniuskerk één keer in de week hier kwam om de mis te doen. En nu nog steeds heeft het een hele mooie centrale plek door de prachtige sfeer hier. Het is heel geschikt voor familiedinees, een vriendenborrel, voor een vergadering, maar ook voor yoga. Als we terugkijken naar de geschiedenis, zie je op bepaalde plekken hier wat voor functie de nonnen ook in moeilijke tijden hadden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben hier in het klooster mensen ondergedoken gezeten. Dat waren voor een deel echt vluchtelingen of mensen die onder moesten duiken omdat ze anders gearresteerd zouden worden. Maar ook mensen uit de buurt, wiens huis bijvoorbeeld verbrand was. En als dank daarvoor hebben ze na de oorlog deze gebrandschilderde ramen geschonken. En dat zie je ook in de tekst uit de dankbaarheid 1944. Dus een mooie herinnering aan wat de nonnen hier voor de onderduikers hebben gedaan tijdens de oorlog.